De zucchini mix is een mengeling van gele en groene courgettes, aangevuld met rode kerstomaat en rode ui. Deze mengeling is een mengeling van zachte groenten, kan eigenlijk op een hele korte tijd klaargemaakt worden. Ik heb ze hier klaarstaan om in de oven op te warmen. Het volstaat deze af te werken met wat olijfolie, wat Provençaalse kruiden, wat peper en uiteraard wat zout. Een 10 tot 12 minuutjes zullen voldoende zijn. 180 à 200 graden is ideaal. Ondertussen zet ik mijn pan op het vuur. Ze kunnen ook gewoon opgebakken worden. Hier gaan we ook terug wat olijfolie gebruiken. Ook terug wat afkruiden. En op deze manier zijn ze heel snel klaar en uitermate geschikt bij een stukje vis of bij een stukje gegrild vlees of ander Zuiders gerechtje. Voilà, nog een laatste suggestie. Ik heb deze zucchini mix ingepakt samen met een stukje kip en wat lookboter in een papillot. En op deze manier krijgen we een leuk Zuiders gerechtje voor een zomerse dag. Smakelijk!